De aanmeersteger voor de kleine veerboten nabij het voormalig veerplein te Meerzorg Kommewijnen wordt gerenoveerd. Districtscommissaris Mohamed Safiq Rajab heeft samen met enkele ondernemers het initiatief genomen om de steiger te rehabiliteren, zodat de boothouders ongehinderd weer kunnen varen. De aanmeersteiger was aangevaren door een vissersboot en raakte daardoor zwaar beschadigd. De ondernemers hebben gezorgd voor houtmateriaal en machines terwijl het commissariaat is ingekomen met mankracht, zegt de DC aan onze nieuwsdienst. Nou, u ziet het zelf, die lange files van de Bosjebrug. En we hadden geen andere uitweg om dit ding sneller aan te pakken. Je weet, er zijn honderden mensen die dagelijks hier gebruik van maken. En vanwege die COVID hebben ze niet kunnen werken. En nu de COVID is genormaliseerd, kan je zeggen deels, wil ik dat dit ding snel gemaakt wordt, gerenoveerd wordt. Want u ziet het, onze mensen, districtsbewoners, veel van ze wonen hier in de omgeving, werken in Paramaribo. En ze ontberen een betere oversteek. Want je kan niet in de file gaan staan. Je verbrandt meer benzine dan wat je nodig hebt normaal. Ja. Hoe heeft u dat allemaal kunnen bewerkstelligen? Want u heeft niet gewerkt met de financiële middelen van de overheid. Nou, ik heb dit ding bij de komst van de president ook geconfronteerd. Ik heb de minister ook getoond wat eigenlijk gedaan moet worden. En blijkt dat er geen financiële middelen zijn. Heb ik toen mijn referenties met bedrijfsleven, mensen, goedhartige burgers en mensen vanuit Kommewijnen die mij ondersteunen. Klaargezet door bijvoorbeeld iemand heeft hout gedoneerd, ander heeft verf gedoneerd, ander heeft spijker gedoneerd. Dus zo hebben we dan in elkaar gezet. Een van de ondernemers, Rocky Baldeu, heeft voor houtmateriaal gezorgd. Hij wil dat het oude veerplein een facelift krijgt, waardoor meer mensen het plein kunnen bezoeken. Volgens Baldeu heeft het veerplein genoeg potentie als trekpleister. Dit project hebben we ondersteund omdat er wederom een beroep is gedaan op familie Baldeu. En we hebben dan direct toegezegd met hout, verf, kwasten, spijkers, schroeven, materiaal, alles hebben we dan toegezegd. En ze zijn gelijk aan de gang gegaan. Op vrijdag 25 september zijn we begonnen met het slopen van het deel die beschadigd was. En zaterdag en vandaag is zondag. Dus ze gaan gewoon constant aan het werk. Ondernemer Rocky Baldeu gisteren op het oude veerplein te Meerzorg. De districtscommissaris van Kommewijnen, Mohamed Safiq Rajab, heeft samen met enkele ondernemers het initiatief genomen om de aanmeersteiger van de kleine veerboten te renoveren.